Mr. Breu, ik ga niet vragen de hoeveelste keer is dat jij dit meemaakt. Maar toch, je hebt wel vaker met dit bijltje gehakt. Wat doet dit met een speler? Wat doet dit met een groep? Nou, dit zijn altijd wel vervelende, ja, gewoon vervelende dingen die gebeuren. En ook al maak je het vaak mee, dus elke keer ja, toch weer anders en teleurstellend, denk ik. En ja, goed, dat is dit keer niet anders. Wanneer vernamen jullie het dat de trainer niet langer de trainer is? Gisteren eigenlijk vrij snel na de wedstrijd. Zat je toen nog in de kleedkamer of liep je al in het spelershome? Nee, zo snel was het niet. Ik was nog in het spelershome en toen op een gegeven moment kwam de teammanager ook van of ik even mee wou lopen. Het was dus al bekend, dus toen hoorde ik het. En, ja, wat is het? Gaat vrij snel, 5 minuten later is eigenlijk iedereen op de hoogte. Ja. Jij moest je ook nog even melden bij het bestuur, hè? Wat is daar met jou besproken? Nou, ze wilden de aanvoerder daar ook even over inlichten, zeg maar. En dan kon ik de spelersgroep verder inlichten. Ja, daar is besproken wat ze ook verteld hebben, denk ik. Nou, sowieso tegen Alex, maar ook naar buiten. Dat ze weinig vertrouwen meer hadden in dat er nog een stijgende lijn in zou zitten, zeg maar. En dat de samenwerking toch wat moeizaam verliep. Dus dat ze dus hebben besloten om de trainer op non-actief te zetten. De samenwerking verliep wat moeizaam, zeg jij. Maar dat is dan de samenwerking, denk ik, bedoel jij, tussen trainer en bestuur. En niet tussen trainer en spelers. Of wel? Nee, tussen het bestuur en de trainer. Niet tussen de spelersgroep en de trainer. Heb jij begrip voor deze beslissing? Nou, begrip. Het is meer dat je hebt het ook te accepteren. Dus je moet het gewoon. Wij bepalen dat niet. Maar het is wel zo dat wat dat met de spelersgroep doet. En je hoort dan wel geluiden. Volgens mij is wel het algemene beeld van de spelers wel duidelijk. Dat we een hele goede trainer hadden. Die hele mooie dingen heeft gedaan hier. En die. Echt wat neer heeft gezet, denk ik, vanaf het moment dat hij hier is gekomen. Dus dat het wel eigenlijk heel zonde is dat zo iemand weg moet. En dat kwam ook wel toch wel een beetje als een verrassing. Gaat dan ook de hand bij de spelersgroep in eigen boezem? Nou ja, dat gebeurt elke week, denk ik. En alleen dat is wel altijd wat extra op het moment als een trainer ontslagen wordt. Dan, tenminste bij ons, dan willen wel spelers ook. Die voelen zich daar ook wel vervelend onder. Omdat ze zelf misschien. Omdat ze ook onderdeel zijn van dat geheel, zeg maar. En daar ook een aandeel in hebben. Dus dat. Dat is normaal ook wel. Maar op zo'n moment is dat extra. En dat gebeurt wel. Ja. En dan staat daar ineens van de een op andere dag. Dolf Rox voor de groep. Ja. Het zal niet heel lang zijn, maar toch, hij is het deze week. En dan gaan we gewoon weer verder, business as usual. Gewoon weer verder. Ik bedoel, vandaag is natuurlijk daarin nog wel een andere dag, denk ik. Omdat vandaag is ook het bestuur is ook voor de groep geweest. Hebben daar een zegje gedaan, zeg maar. En nu vandaag komt Dolf Rox voor de groep. Dus wat ik zeg, vandaag is nog een beetje afsluiten. En dat zal komende week zal dat ook nog wel gebeuren, maar. Het is niet dat woensdag van alles vergeten is en we gaan weer gewoon door. Maar woensdag wordt er wel weer getraind en dan uiteindelijk gaan we wel weer gewoon door. Ben je dan iemand, de aanvoerder, die dan de voormalig trainer nog even belt? Ja, ik heb sowieso een goede band met Alex. Dus ik heb hem gisteren ook nog gezien en dat sowieso. Maar volgens mij zijn bijna alle spelers en ook spelers die hier die nu weg zijn. Die hebben wel contact met hem opgezocht en die hebben eigenlijk allemaal wel hetzelfde beeld en dezelfde mening over deze training. Dat het iemand is, dat het gewoon een hele goede trainer is en ook een aardige vent. Dus iedereen vindt het hartstikke vervelend dat het zo gelopen is. Van buiten zeggen wij goede trainer en wat mindere technisch manager. Hoe kijk jij daar tegenaan? Wat heb jij om je heen zitten in de kleedkamer? Toch niet van het gewenste niveau, dat kan je toch niet ontkennen? Sorry? Toch niet van het gewenste niveau, dat kan je toch niet ontkennen? Hoe bedoel je? De spelers die gehaald zijn. Ik denk dat je dan doelt inderdaad op de jongens zoals Volas die dit seizoen gekomen zijn. En nog wat andere jongens. Maar dat is denk ik inherent als je die functie hebt, dat er ook wat jongens bij zitten waarvan de verwachtingen wat hoger zijn, maar het er niet helemaal uitkomt. Maar je kunt ook kijken naar wat er wel is gekomen en wat er wel goed is gegaan. En ik denk dat je dan vanaf het moment dat hij gekomen is in de Jupiler League, dat je ook een hele rit spelers op kunt noemen die echt
ja, die meerwaarde hebben gehad en die, die progressie hebben geboekt. En dit jaar denk ik ja, zijn er inderdaad een aantal jongens die nog niet brengen wat de club had, heeft gehoopt. Dus ja, daar zullen jullie kritisch naar kijken en dat, dat mag ook. Tot slot, stel het bestuur van Sparta zegt Michel Breuer, jij mag kiezen. Wie moet hier nieuwe trainer worden? Nee, dat, daar zou ik zeggen, ik zou het niet weten. Ik bedoel, ik vind, ik kan mijn mening daar wel over geven. Over, tenminste niet over die of die qua namen, maar meer over het feit dat... Nou, wat ik net vertelde, dat Alex toen hier kwam, was het nou ja, een rommeltje misschien. Dat kun je best wel stellen, denk ik. En tot de dag van vandaag is er echt wat opgebouwd. En er is wel een, ja, een fundering, denk ik, en een basis waarop je ja, topsport kunt bedrijven. En ja, die ligt er nog steeds. En ik denk dat het wel belangrijk is ja, om dat niet helemaal in de sloot te gooien en dat allemaal aan de kant te zetten. Want dan ben je snel weer terug bij af. Dus... ja, iemand die daarop door wil. Maar goed, qua namen en welke trainer ook komt, iedereen heeft zijn eigen ideeën. Dus er zal echt, echt wel dingen veranderen. Dat is ook helemaal niet raar, dat is ook helemaal niet verkeerd. Maar nogmaals, er is wel een basis.